het is een vliegende start geweest, wordt het ook wel genoemd. Hè, met 4 punten uit 2 wedstrijden. De supporters zijn allemaal heel tevreden natuurlijk na die eerste 2 wedstrijden. Maar wat denken de spelers eigenlijk van Danny Buijs? Oh jee. Ik vind altijd dat ik speciale band heb met Danny. Ik heb met hem gevoetbald, ik heb met hem bij Groningen gespeeld. Als trainer gehad. Dus ja, wij hebben een speciale band en ik mag hem heel graag. Goede trainer, heel hard en direct ook, maar ik denk dat dat goed is. He's a coach with character. He knows what he wants. He knows what he wants from his players. He's transferring good to us, the idea. Als je ziet zo'n eerste helft als vandaag, dat is denk ik geweldig. En het is ook, ik denk in het begin zal dat met vallen en opstaan zijn, maar als dat op een gegeven moment wordt hoe we echt gaan spelen, dan ja, wat ik zeg, dan kan het een mooi seizoen worden. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, je hebt wel 2 spelers. Ja, ja, Gaudondi is natuurlijk, die is vandaag niet bij geweest op de training. Klopt. Naar Armenië, naar de koploper, FC Noah. Ken je die club of niet? Nee. Nee. Oké, okay, ik weet de situatie van de club en je weet dat de jongens weg kunnen gaan. Los van het feit dat in dit geval iedereen bij de club graag had gezien dat Paul zou blijven. Alleen ja, de club heeft ook te maken met een financiële situatie. En daarnaast in het hedendaagse voetbal heb je ook gewoon te maken met spelers die zelf ja, ambities, dromen hebben of kansen voorbij zien komen die ze graag willen pakken. Ja. Maar de nieuwe spits staat toch al klaar, of niet? Die Servische jongen. Nou ja, die is... Lazetic. Lazetic, Kalesic wil ik zeggen. Lazetic. Nee. Die is er nog niet. Dus daar is wel over gesproken. Alleen het is nog niet zo dat die er al is. Ja. Verwacht jij dat het team nog drastisch gaat veranderen? Bijvoorbeeld een Pandoor, er wordt ook over gezegd van, nou ja, we kunnen even meteen even naar Pandoor eigenlijk luisteren. Dus eigenlijk, dit is wat hij er zelf over zegt. I love it here because these fans gave me so much love from the first day and so I feel very happy. If the offer comes for the club and the club is happy with it, I'm happy with it. We will consider. For now, nothing is here. I'm Fortuna Sittard. I'm really happy. No offer yet. No. Nou ja, maar het is niet wel duidelijk. Hè. Tot 1 september kan er nog van alles hebben. Jullie willen nog wel spelers erbij. Tenminste, jij wil denk ik wel wat erbij. Het liefst wil ik niks kwijt. Ja. En nog een paar erbij. Want dan met de jongens waar je nu mee bezig bent geweest, kan je doorbouwen. En er moet er nog wel wat bij. Alleen ja, het hedendaagse voetbal is lastig te zeggen. Maar een keepertje heb je. Goeiendag zeg. Ja, zeker. En er is nog een hele jongen met een enorm mooie toekomst voor zich. Ook gezien zijn leeftijd, maar ja, ook gezien hoe die is als persoon en qua karakter. Want het is gewoon een jongen op een topprof die elke dag alles doet om beter te worden. Ja. De selectie is nu eigenlijk te smal. Wat moet er nog bij? We zoeken nog wat op de zijkanten voorin. En je bent nog een beetje afhankelijk van ja, welke jongens gaan er nu precies weg. En ja, dat moet je dan opvullen, die posities. Ja. Of opvullen, daar moet voor die posities een nieuwe komen.